zijn hier bij de familie van de Vista Aduard. We hebben hier een melkveehouderij met 80 hectare grond. En waar wij dus tot 2014 120 melkkoeien Holsteins molken met ruim 1 miljoen liter melk. In één jaar, in 2014, zijn we omgeschakeld naar Jerseys. Met het doel, als doel een hoger omzet per hectare te behalen. De tussenkalftijd ligt op 385 dagen en we hebben ongeveer 1,8 inseminatie per dier. Het voordeel van de Jersey is dat ze efficiënt melk produceren. Op ons bedrijf produceren ze met een gemiddelde leeftijd van 3 jaar en 2 maanden 6500 liter met 6,20 vet en 4,22 eiwit. Door hun lage droge stofopname produceren ze gemiddeld met een voerefficiëntie van 1,7 per kilogram. 1,7 kilometer per kilogram droge stof. De voeropname ligt op 17 kilo droge stof. Ook een groot voordeel is de arbeidsefficiëntie. Het is een kleine effectieve koe. We melken met 2 personen een 200 dieren. En hebben eigenlijk weinig incidentele gevallen aan klauwproblemen en geboortes. Ze kalven bijzonder makkelijk af en waardoor je, wanneer je een goed systeem hebt, vrijwel probleemloos kunt melken. We kiezen stieren uit op basis van triple A. We komen vooral uit op Deense stieren, gezien de hogere productie richting kilo's vet en eiwit. De Amerikaanse stieren en de Canadese stieren scoren iets hoger op exterieur en op liters, maar aangezien we in ons bedrijf moeilijker op liters kunnen focussen dan op gehaltes, kiezen wij ook voor dieren die juist gehaltes produceren.